Bizarre ongelukken deze week in Overijssel. Zo is een vrouw uit het niets doodgestoken in Zwolle toen ze haar auto aan het inladen was. Kwam een hoogzwangere moeder vast te zitten toen ze haar zoontje uit het water wilde redden. En raakte een man bekneld tussen wal en schip. Ook zie je in deze video auto-ongelukken en andere incidenten. Vanmiddag rond 2 uur hebben mijn collega's een melding gehad dat ze iemand overleden op straat hebben aangetroffen. En op dit moment zijn wij onderzoek aan het doen wat daar dan precies gebeurd is. Nu, een paar dagen later, is er al meer bekend geworden over deze tragische dood. Het gaat om een 67-jarige vrouw die is doodgestoken op straat. Een 30-jarige Zwollenaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De familie van het slachtoffer tast in het duister over de identiteit van de verdachte. Ze hebben geen flauw benul of er überhaupt een relatie is met het slachtoffer. De vrouw was net klaar met een schoonmaakklus en was haar auto aan het inladen. Daarbij werd ze kennelijk uit het niets aangevallen. Ze wist nog weg te strompelen, maar zakte tegen een haag in elkaar. Daar is ze ter plekke overleden. Tijdens een buurtbijeenkomst liet burgemeester Snijders weten dat het vooralsnog lijkt dat het misdrijf, zoals hij het noemt, willekeurig lijkt. Maar dat moet politieonderzoek uitwijzen. Daarom is het belangrijk dat alle details duidelijk worden. Mochten er mensen zijn die wel wat gezien of gehoord hebben, dan is ook het verzoek om contact op te nemen met de politie. Een bizar ongeluk in Deventer. Een hoogzwangere vrouw is gewond geraakt nadat haar zoontje in het water terecht kwam. Ze waren aan het fietsen in het park toen de kleuter met zijn fietsje vanaf een heuvel recht uit het water inreed. Moeder sprong erachteraan, maar kwam in het water vast te zitten. Haar voet was gespietst door een scherp voorwerp. Omstanders zagen het gebeuren en schoten meteen te hulp. Het jochie werd uit het water gehaald en de hulpdiensten werden ingeschakeld. Wat bleek? Ze was in een afgebroken stuk houten damwand gesprongen. De brandweer heeft dit losgezaagd, waardoor de vrouw op een brancard kon worden getild. Daarna is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar zoontje was ongedeerd en is later opgehaald door familieleden. Flinke schade aan dit bushokje in Enschede. Een busje is er namelijk tegenaan geknald. De ravage is groot, van de halte is namelijk niets meer over en de bestelbus heeft ook zware schade opgelopen. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek en het busje is weggesleept door een bergingsbedrijf. Een man is vorige week bekneld geraakt tussen wal en schip in Deventer. Aan de kade van de IJssel lag een Duits riviercruiseschip aangemeerd. Mensen op de boot hoorden hulpgeroep en ontdekten dat een man over de reling van het balkon was gevallen. Hij zat klem. De brandweer kon het slachtoffer, die in het koude water lag, uiteindelijk bereiken door een ruit in te slaan. Het is onbekend hoe lang het slachtoffer, een Duitse man, bekneld heeft gezeten tussen wal en schip. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de dijk tussen Zwartsluis en Vollenhoven is een auto van de dijk gereden. Hierbij raakte de bestuurder gewond. De vrouw wilde een vrachtwagen inhalen op de dijk, maar er kwam een tegenligger aan. Toen ze deze probeerde te ontwijken, raakte ze de vrachtwagen. Haar auto rolde vervolgens van de dijk en kwam op de kop terecht. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet toegestaan om op de dijk in te halen.